Op een maandagavond op het veld bij KMD. Dat is niet zomaar. Nee joh, ik kom al tijden bij Leon en uiteraard wel bekend Harry. Kom ik de wedstrijden kijken. En Leon vroeg me, joh, vind je het leuk om een trainingje te geven? En ik vind het hartstikke leuk om kinderen te trainen. Dus heb ik ja gezegd. Dus, en ik sta hier met heel veel plezier. Ja. Het is zo, als je het ziet met die gastjes. Een paar aanwijzingen, doen het een paar keer. Dan zie je al gelijk verbeteringen. Ja, nee, maar ik heb vaak in het verleden heb ik wel eens gezegd van ja, het ouderwets trainen, het geïsoleerd trainen noem ik het maar eventjes. Dat doen we haast niet meer. Het is allemaal heel gecompliceerd en allemaal maar de vormpje. En hier is het gewoon een beetje echt ouderwets ballen inspelen, maar met name op basis op de techniek gebaseerd. En je ziet dat die gasten dan met sprongetjes vooruit gaan. Leuk. Ja, want als dat soort oefeningen gewoon een paar keer in de week zouden doen, zou het voetballen. En dan je stukken vooruit gaan. Nou ja, je moet altijd bij de basis beginnen. En bij kinderen is het zo dat als je bij de basis begint, dan kan je het steeds moeilijker maken. Maar als je de basis mist, ja, dan kan je ook niet verder. En dat zie je ook vaak bij kinderen. Wij trainen nu eventjes de eerste aanname. Maar als je eerste aanname niet goed is, dat maakt niet uit of bij jeugd of betaald voetbal. Ja, dan krijg je iets vervolg. En je ziet dat het hartstikke goed gaat dan op een gegeven moment. En als je dat drie keer in de week doet en iedere keer een half uurtje. Ja, dan zie je ze na drie, vier maanden, dan herken je ze niet meer terug. Het blijft ook leuk, hè? Je hebt met topvoetballers gewerkt en nu met jeugd die eigenlijk net komen kijken. Het blijft heerlijk om ze te trainen. Ja, nee joh, maar dit is een passie. Dit doe je gewoon met alle liefde. En, ik heb natuurlijk ook in Rusland, Oekraïne nog veel meer buitenlandse club gewerkt. En dan zie je hoe belangrijk het is dat wij hier in Nederland, in elk dorpje hebben we een aantal velden. En kinderen trainen al met 5, 6, 7 jaar. En, ja, ik blijf nog steeds zeggen dat heel die amateurwereld is de basis van het succes van het Nederlands voetbal. Ben je even uit de voetballerij momenteel? Mis je het niet? Ja en nee. Ik heb natuurlijk 40 jaar onafgebroken gewerkt. En ik had mijn vrouw beloofd dat ik niet meer naar het buitenland zou gaan. Dus ik wilde best in de regio blijven, maar helaas zijn de clubs bezet waar ik graag zou willen werken. Ja. En ja, dus ja, dan baseer ik me nou alleen maar op lekker jeugdtrainingjes geven. Heel veel betaald voetbal kijken uiteraard. Ja, daarvoor zit ik ook heel vaak bij Harry en Leon in de box. Zowel bij Sparta als bij ADO Den Haag. Ja, heel veel wedstrijden gezien. En dan blijf je een beetje bezig. Ja, bij de club bij Sparta was het dit jaar niet onaangenaam toeven in de box, denk ik. Want een mooie wedstrijd bij Sparta draait ook lekker mee. Heb je er ook misschien ook nog een aanzet toegegeven? Ja, nou ja, het is altijd leuk dat je heel veel erkenning krijgt van de mensen die best wel kijk op het spelletje hebben. Dat ja, onder leiding ook van Henk Vrees en al de mensen die werkten. Dat je dan toen gedegradeerd was, dat je toch gepromoveerd bij de 11e, 8e geworden. Heel veel voor de club, heel veel geld verdiend hebt voor de club. Waardoor ze nou deze spelers hebben aan kunnen trekken. En,
ja, 5-6 spelers die bij Henk Vrees in de basis stonden, stonden er nu ook weer in. En ze hebben een paar hele goede aankopen gedaan. En ik ben blij dat ik daar mee heb kunnen werken, dat Sparta een stabiele divisieclub is. Nou, misschien zien we binnenkort weer eens terug. Bij welke BVO dan ook. Gastjes staan te wachten, je moet weer aan het werk. Ja, zeker. Jouw mond. Hoi.